Zo zou een eerste zin kunnen zijn, bedenk ik me, als ik een meneer met reuzenstappen door het park langs zij zie, de handen op zijn rug, een hondje verder achter, de regen zacht, de bomen gespiegeld in het water, de broek nog los, de armen nog bloot, de voeten gekruld om de poten van de stoel, koffie en een schuifelpuntje taart dat gered wordt tussen toetsenbord en tafel. Een droom die half afgemaakt me belemmert te schrijven zoals ik gewend ben, gedachteloos. En met dezelfde gretigheid als waarmee je dat puntje taart mijn mond vult en een klein spoor trekt van kin naar borst, een droom die me staande houdt in het bos. Dat steeds natter en groter wordt. Iets ligt nog thuis, iets ligt nog in de rechtgetrokken lakens. Iets probeert zich te nestelen in het dekbed waar warmte nog dampt en haar plooien nog zichtbaar zijn, terwijl zij een eerste zin probeert te bedenken. Die klinkt als geruststelling, terwijl zij steeds kouder wordt en de regen steeds harder. Iets als, er is een bos waar ik met lange halen doorheen ga. Ja, maar ik kreeg inderdaad wel dorst. Ja, nee, ik ook. En dan mag jij hem ook nog even laten zien. En we hadden nog een prijs voor jullie. Waar is die? Oh, daar. Blauw of wit? Ja, wit. Oké. Okay. Maximaal het lachen, hè? Ja. En meneer ook met de andere kunt u met ja een beetje vol. Ja, ook nooit. Jij misschien nog even door. Ja, oké. Okay. Oké, okay, jongens. Volgens mij is dit wat we zoeken. Oké, okay, iedereen een beetje blij en vrolijk. Nou, gefeliciteerd. Oké. Okay.